De vervuiler die heeft wel gezorgd voor die lage prijzen nu, maar gaat wel zorgen voor heel veel extra belasting voor de nieuwe generatie. Dat we de vrijheid hebben of de vrijheid nemen om nou, de keuze met ons hart te maken en niet altijd naar de centen te kijken. Ja, ik denk dat Walen toch wat meer Frans zijn, nog wat meer authentiek of voor die kwaliteit gaan, waarbij je dan Nederlander toch wel vrij snel rennen naar de laagste prijs en wat minder om kwaliteit geven. Minder plastic, verpakkingsvrij, biologisch. Erik Does is daar al heel lang mee bezig. Erik is algemeen directeur van Udea, het moederbedrijf achter biologische supermarktketen Ecoplaza. Ik spreek met Erik over zijn missie en over idealisme, pragmatisme en commercie. Wat is het geheim achter het succes van Ecoplaza? En welke problemen hebben alle supermarkten wereldwijd? Wil je mijn podcast steunen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dit is de Kitty Koelemeijer podcast en hier is Erik Does. En nou zit jij met jouw bedrijf, hè, Ecoplaza, in de eerste plaats. Hè? Ja. Eigenlijk een beetje in de driehoek tussen idealisme, pragmatisme en commercie. Ja. En daar beweeg jij je in. En, al jaren. Ja, ja, hoe doe je dat? Vertel eens, hoe gaat dat? Ja, ik heb nooit anders gedaan. Dus dat is misschien een beetje wat mij naïef maakt noem het hoe je het wil noemen. Maar aan de ene kant vind ik dat het bedrijf gewoon gezond moet kunnen draaien. We hebben uiteraard ook allerlei kosten te betalen, medewerkers te betalen, ambities te betalen. En je hebt een winstdoelstelling gewoon. We willen wel gewoon winst maken, of in ieder geval voldoende continuïteit in de onderneming hebben. Maar ik denk wel dat we vanuit onze missie, visie, waarde wat meer sneller kiezen voor die missie, visie, waarde. Ook al kost die misschien geld. Ik denk dat daar altijd een verschil maken, dat we keuzes maken die anderen misschien minder snel maken. Omdat aan de aandeelhouders waarde wel heel erg hoog staat. En nou, ik denk dat wij daar wel iets genuanceerder in denken. Of dan toch proberen te kijken hoe wij volgens onze normen en waarden het bedrijf moeten draaien. Of om moeten gaan met leveranciers. Ik vind de boeren in Den Haag, vind ik altijd wel schrijnend. Hè? We moeten veranderen. Dat is denk ik voor iedereen duidelijk, ook voor de boeren duidelijk. Maar er zijn ook heel veel boeren die wel degelijk willen veranderen. Hè? En onze boeren stonden niet in Den Haag. En nou, dat zijn wel dingen die me bezighouden en waar ik dan ook wel blij ben dat op het moment dat je dus een veel directere korte keten hebt, waarin je als afnemer verantwoording neemt voor je leverancier, dat je dan eigenlijk heel gewoon met elkaar kunt samenwerken. En dan hebben we gelukkig die coronaperikelen niet. Dat wordt gewoon normaal en prettig gecommuniceerd. Ja. En waarom stonden jullie boeren niet in Den Haag? Ja, ik denk omdat die al wel die stappen... Weet je zeker dat zo was? Ja, dat weet ik zeker. Ja. Want ik heb het nog wel gecheckt. Ja, nee, om het makkelijker te maken. Ze stonden ook niet in Madrid of in Parijs. Ik denk dat heel veel van onze boeren natuurlijk toch al die stappen gezet hebben die nodig zijn om die hele landbouw duurzamer te maken. He, dus een heel aantal boeren die hebben die keuze al gemaakt. En wat een lastige keuze is. Het woord boeren is altijd lastig, want er zijn heel veel type boeren. En een varkensboer is iets heel anders dan iemand die in de glastuinbouw zit. Maar heel veel van onze boeren hebben die onzekere stap gemaakt, waarin je als biologische boer of teler heel veel overlaat aan de natuur. Wat best wel angstig is in de eerste jaren. Zeker op het moment dat je in de eerste jaren niet die meer kosten en meer werken betaald krijgt in een prijs. Het duurt altijd een paar jaar voordat je biologisch gecertificeerd mag zijn. En als jij gewend bent een probleem op te lossen met een chemische spuit, dan is dat wel heel wat anders dan dat je eigenlijk gaat zoeken naar die balans in de natuur. Het mooie is wel dat je uiteindelijk ziet dat het ook kan. En dat het een deel van de oplossing is, naar mijn mening, voor de toekomst. En zien dit die boeren jullie nou? Of helpen jullie ook boeren om die beweging te maken? Ja, beide. Boeren veranderen. Boeren gaan over naar de volgende generatie. Je wil een kant op die op een of andere manier niet meer bij ons past of niet meer bij die boer past. En dus je hebt altijd wel een zekere hoeveelheid aan boeren of leveranciers die verandert. Maar de wereld is over niet zo groot. Nee, zeker omdat we best wel veel toch wel lokaal hebben. Ik denk dat we een groter aandeel van ons assortiment uit de Benelux halen. Dus ik vind elkaar vrij makkelijk. Maar die boeren bewegen, is dat wel iets wat je dan raakt? Hè? Want je zegt onze boeren die staan daar niet. En dat betekent eigenlijk
dat ze zich niet zo geraakt voelen door de maatregelen, hè, die van over het twee gekomen. Ja. Maar misschien leven ze wel mee of zijn ze wel solidair met de andere boeren die daar wel last van hebben? Ik denk beperkt. Ik denk beperkt. Omdat zij wel zeggen van ja, maar we zien toch allemaal dat we als naar die planeet kijken, dat we wel degelijk moeten veranderen. En dus je kunt niet alles houden zoals je het had. En je zult wel mee moeten bewegen. Dus ik denk dat wij ook daar een koplopersfunctie hebben. Die hopelijk laat zien dat het op een heel aantal punten wel kan. En die hopelijk ook dan navolging zal vinden. Geef nog eens een voorbeeld van zo'n keuze die je hebt gemaakt. Wat meer uit idealisme, vanuit je missie. Die andere supermarkten niet zo snel zouden maken. Ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld palmolie uit ons huismerk gehaald. Palmolie wordt in heel veel producten gebruikt. Maar goed, uiteindelijk de gevolgen, bijvoorbeeld in Indonesië, zijn enorm. Dus we hebben willen laten zien dat het ook zonder kan. En daar een keuze gemaakt, waarin men ook bij mij kwam van ja, Erik, maar dit kost wel omzet. Ja, dat klopt. Maar we kunnen een alternatief maken en we kunnen hiermee in ieder geval wel aandacht vestigen, een statement maken. En daarmee de voor's en tegens laten zien. En dus dat zijn denk ik, we kiezen ook om gekozen te worden, zal ik maar zeggen. Mm. En daarin denk ik dat we de vrijheid hebben, of de vrijheid nemen om de keuze met ons hart te maken en niet altijd naar de centen te kijken. Mm. Geen sigaretten verkopen, maar goed, dat heb je nooit gedaan. Nee, maar het is ook een keuze om het altijd niet te doen. Ja. Je kunt wel zeggen, nou oké, ik heb een beetje omzet erbij, dus ik ga dit ook doen. Maar juist die keuze om te kiezen voor waar je echt in gelooft. En zo hebben we op een gegeven moment gezegd, we worden volledig biologisch. Dan neem je ook afstand van een aantal producten die misschien best wel goed liepen, maar dan toch niet helemaal pasten bij de nieuwe of duidelijke positionering. Ja, ook daar nemen we de keuze om bij onze bewaarders te blijven. Ja, nou is het zo, als het gaat over communicatie van duurzaamheid en biologisch, dat je heel snel, je wordt natuurlijk met een vergrootglas naar je gekeken. Ja. Want een heleboel bedrijven durven dat niet of nauwelijks, omdat ze zeggen van ja, als ik één misstap maak, dan is het greenwashing. Hoe ga jij daarmee om? Nou, ik denk dat wij daar heel graag gewoon de uitdaging aangaan. Nee, als het beter kan, prima. Nou ja, we zijn niet perfect, dus laten we dan kijken hoe het beter kan. We hebben een supergroenlijst recentelijk van Questionmark, wat daar best een uitdaging is, zeker voor een bedrijf van onze schaal. Wat misschien wel een aantal dingen goed doet, maar in dit geval moeten we het nog bewijzen ook. En daar zijn we dan weer ietsje slechter in, want dan moeten we allerlei dingen bijhouden, noteren en verklaren en op onze websites publiceren, want anders is het niet echt, et cetera. Dus ik denk dat je maar open moet staan dat het beter kan en als er grotere mensen zijn, dat we daarmee aan de gang gaan. Hè. Zoals bijvoorbeeld ook nu, of het nou kindermarketing is, die we gewoon niet doen. Of een groter aandeel van vegetarisch, hè, wat we eigenlijk allemaal gaan willen, wat voor 2030 of later een doelstelling is. Ja, daar scoren we dan gewoon al veel beter dan de rest. Dat past voor mij betreft wel bij wie we zijn. En in zo'n geval denk ik toch, dan is het vlees dat we verkopen ook nog veel beter. Dus ja, daar word ik wel vrolijk van. Ja, dat past binnen hetgene wat ik dan ook zelf leuk vind. Ja. En hoe is het zo gekomen met Ecoplaza? Hè? Want je bent niet de oprichter, maar wel al heel lang de CEO. Ja. We hebben in 2010 hebben we de winkels overgenomen van een toen startende Ecoplaza keten waarvan de start iets te enthousiast was. En we hadden toen wel eigen winkels onder de naam Natuurwinkel. En dat is dan nog een beetje een generieke naam en dat is lastig. En Ecoplaza is in die zin een meer eigen naam, ik denk makkelijker te onderscheiden. Dus ik zag daar wel een kans om dat te combineren. En daar hebben we uiteindelijk een heleboel ondernemers in meegekregen. Zelf een aantal winkels nog daarnaast gezet. En dan kom je uiteindelijk tot een mooie groep winkels. Ja. En hoe komt het nou dat jou lukte, jij en je team lukte wat Ecoplaza oorspronkelijk niet lukte? Ik denk dat de ambities daar wel heel groot waren. Ze starten toen een echt grote winkel van 1200 vierkante meter in een kelder. Nou, dat is recentelijk in Arnhem bij een andere collega supermarkt ook niet helemaal succesvol gelopen. Dus dat was misschien iets te enthousiast. Hoeveel winkels waren er toen?
Dat was de tweede of derde winkel die ze toen hadden. Ja, dus het was, maar het ging wel met volle ambitie. Hè. In die tijd was een, überhaupt nu nog steeds, een biologische winkel van meer dan 1000 meter. Dat is toch wel een ding. En dan moet je wel gaan kijken hoe je dat überhaupt gaat vullen. En dus dat was zeker toen de tijd een enorme ambitieuze stap. Ja, met dan in dit geval net wat onvoldoende financiële onderbouwing of buffer of hoe je het noemen wil. En, ja, dat is dan, ik denk uiteindelijk via ons nog wel goed gekomen. Ja, en hoe is dat goed gekomen? Wat heb je gedaan? Ja, we hebben daar eigenlijk meer gerationaliseerd. Hè. Gezegd, oké, je hebt wel wat schaalgrootte nodig. Dus onze eigen winkels die we hadden en dan samen met een aantal ondernemers die franchise-nemer werden, hebben we schaalgrootte gemaakt. En hebben we ook gezorgd dat de groothandel erachter meer in dienst ging staan van die winkels. Hè. Dat was toen de tijd in onze handel ook niet heel normaal, wat regulier heel gebruikelijk is. En dan word je meer een echt retailbedrijf en daar bespaar je dan uiteindelijk toch wel heel veel mee. En samen kun je veel meer dingen realiseren die een consument heel normaal vindt. Dus, en dat is iets wat voor winkels lastig is. Hè. Dat is ook hetgene wat we wel bijvoorbeeld bij Markt ook gezien hebben, wat ook een hele ambitieuze winkelketen was. Maar zonder die groothandel wordt dat heel lastig, omdat je daar eigenlijk ook voor je logistiek toch heel veel dingen moet regelen. En eenzelfde soort situatie hebben we gezien bij onze Brusselse keten Farm, waar we ook die split zagen van oké, dan wil je eigenlijk die eigen groothandel hebben. Hè. Markt had het ook, Farm had het ook. Maar ja, alleen voor die eigen winkels is dat weer met een beperkt aantal winkels niet goed genoeg of niet groot genoeg. En dan kom je een beetje tussen de wal en het schip. Hè. Dus ook daar denk ik dat we als groep wel zorgen voor die schaalvoordelen. En hoe doe je dat nu dan? Je hebt ook de groothandel in eigendom. Ja. En die levert aan ook anderen? Aan ook anderen, ja. Hoe ligt dat qua verhouding? Nee, meer dan de helft gaat naar onze eigen vestigingen of naar onze eigen formules. En andere delen gaan ook naar export. We exporteren naar, als ik me niet vergis, bijna 30 landen. Uh-huh. Dus dat is zeker een belangrijk onderdeel voor ons. Maar recentelijk hebben we ook een mooie samenwerking met bijvoorbeeld de lunchrooms van Anne en Max gerealiseerd. En die volledig biologisch geworden zijn en daar hebben we ons prima in kunnen vinden en allerlei aanpassingen gedaan. En zullen we nog steeds maken om te zorgen dat ook weer hier ook die groothandel in dienst gaat staan van die afnemer of die afnemersgroep. Dus het zorgen dat die groothandel en winkel beter met elkaar kan samenwerken. En voldoende schaalgrootte in beide? Ja. En dat er wel alsnog een kleintje zijn, hè? Ja, dat begrijp ik goed. Bijna 90 winkels? Ja, dus in vergelijking met onze collega, onze gele collega in Veghel, zijn we natuurlijk een veel kleinere. Van onze blauwe jongens in Zandam is natuurlijk, het gaat nog groter. Maar we hebben in ieder geval enige schaal en dat is wel prettig. Ja. En is dat genoeg? Dat is genoeg? Ik heb nooit zo heel veel met doelstellingen qua groei. Hè, dus ik probeer meer te zorgen dat de structuur klaar is om als er mogelijkheden zijn om die dan te benutten. Dat doen we op dit moment ook in België. Hè, dus in begin dit jaar hebben we daar ook een kleinere winkelketen overgenomen, ook in Brusselse. En daar gaan we ook eigenlijk weer zorgen dat we de groothandel weer laten aansluiten op de winkel. En uiteindelijk gaan we daarna met de formule aan de gang en de kassa en de omnichannel daaromheen. Ja, voor een deel is datgene wat we in België doen een herhaling van de zetten die we in Nederland doen. En de marges in de supermarktwereld zijn natuurlijk flinterdun. En heb jij daar, jij verkoopt het biologisch, je hebt sowieso een iets andere prijsstelling. Ja, aan de andere absoluut, kant ja. Kan ik me voorstellen dat er zijn ook producten die jij verkoopt die mensen elders kunnen krijgen. Ja. En ben je dan duurder? Ik denk dat we in een aantal gevallen zeker. Is hoger, moet ik zeggen. Nou ja, dat is misschien inderdaad een betere. Ja, hè, want duur is altijd een beetje een vraag van wat zijn dan de gevolgen op lange termijn of korte termijn? Hè? Is het duur nu of is het duur voor straks? En dan denk ik, voor straks zijn we goedkoop. Als er hele grote partijen zijn die over meerdere landen inkopen en op een andere manier ook inkopen dan wij. Ja, dan zullen we het op prijs niet altijd winnen als je het op die manier vergelijkt. Als je appels op vergelijkt, dan kan het gat in je aanvang best groot zijn. En daarna, als je dan weer ziet, jullie appelsap komt niet uit Polen, maar die komt dan van een teler uit Noord-Holland. En je weet wie die is en je hebt een jarenlange relatie. En dan wordt het dan een heel ander verhaal. Hè. Dus dan is zelfs het gewone product appelsap is plotseling toch iets waar je een verhaal bij hebt. En die transparantie proberen we ook steeds meer naar onze klant te brengen. Hè. We weten wat je eet en weet waar het vandaan komt en weet waar die prijsstelling ook vandaan komt.
En ik denk juist nu in de huidige ontwikkelingen van de maatschappij dat die relevantie van ons bedrijf alleen maar groter wordt. Ja, als ik nu zie hoe ons bedrijf zich ontwikkelt, hoe we groeien, dan denk ik de waardering van die consument alleen maar terug te zien uit juist de keuzes die we maken en eigenlijk de ontzorging die wij bieden. Alles wat je hier aan het doen bent is biologisch en alles wat je hier doet is respectvol met de leverancier omgaan en geen prijsspelletje spelen van het is even niet in schap, maar we onderhandelen, met andere woorden. Nou ja, goed. Bij de leveranciers. Ja, dat is toch een ander verhaal. Hè? Wij proberen zo lang mogelijk en zo goed mogelijk met leveranciers samen te werken. En die leveranciers komen ook via onze mediakanalen ook in beeld bij die consument. Hè? Dus het is niet zo dat we ons daar verschuilen. Nee, liever zetten we hem juist op een podium en vertellen we hoe wij samen tot een zo goed mogelijk product komen. En dan is die prijs uiteindelijk een soort van meer logisch gevolg dan dat het altijd de laagste prijs moet zijn. Ja, want mijn voormalige collega's zijn wel eens van, hoe kun je toch goed zijn op die prijs als je weet wat de gevolgen zijn. Ja, dus vandaar dat prijs is voor ons belangrijk, maar niet het belangrijkste. En true pricing? Ja. Dat voer je ook door? Nou, dat vind ik zelf wel een heel moeilijk verhaal. Ik vind de gedachte erachter en de pogingen om te kijken hoe je het transparanter kan krijgen en duidelijk kan krijgen, daar sta ik helemaal achter. Maar het is soms wel lastig omdat dezelfde bloemkool van de ene boer veel makkelijker geproduceerd kan worden en dus goedkoper is dan een ander. En hoe leg je dat weer aan die consument uit op een goede manier? Dan, ga je wel heel veel communiceren en ik vind dat we al best wel veel moeten communiceren. En voor je het weet, word je daar weer belerend of word je daar op een andere manier in een hoekje geduwd wat je liever niet wil. Hè? Want je wil eigenlijk ook dat eten toch wel een feest is en lekker is en smaakvol is. Dus ik ben, true price vind ik een heel moeilijk onderwerp. Ja, ja en tegelijkertijd hoor ik je wel zeggen dat je moet op de lange termijn kijken naar je... Ik denk dat we wel alles doen om die true price gewoon daarvoor te zorgen. Hè? Dus ook weer in ons doen en laten denk ik dat we het doen. Maar true price probeert in ieder geval daar een soort van bewijslast voor te maken. Nou, dat vind ik eigenlijk een hele mooie uitdaging. Waarbij ik op dit moment zeg dat ik zelf niet het antwoord heb. Hè? Dus we proberen wel degelijk te handelen in de geest van die true price. Waarin eigenlijk elk deel van de keten een goede prijs heeft. Waarmee die ook kan, gewoon zijn continuïteit kan waarborgen. Ja, en je weegt natuurlijk idealisme af tegen het voeren van een bedrijf, wat gezond moet blijven. Ja, ja. Als je nou daar iets minder druk om hoefde te maken en je idealisme wat meer kon laten gaan, wat zou je dan graag doen? Dat vind ik een hele moeilijke vraag, want het is voor mij betreft gewoon altijd samen. Het is altijd een keuze die je maakt binnen... Ja, de wijze zoals ik ben. Is er iets wat je graag zou willen waarvan je denkt, dat kan nu nog niet? Ik zou alle vrachtauto's elektrisch willen hebben. Hè. We hebben er nu 3, Hyprooi. Nou, dan zijn we in testen en kijken en gelukkig gaat het goed. En ik zou veel meer verpakkingsvrije producten willen verkopen. Hè. Op die manier nog sneller die consument meenemen van, het kan anders. Daar hebben we heus wel een aanbod voor, maar ik zou het leuk vinden als dat harder zou lopen. Hè. Dan zou je kunnen zeggen, als je een groter marketingbudget hebt, kun je het meer promoten, kun je het meer normaal maken, kun je voor mij met de prijs nog iets doen of allerlei andere acties neerzetten, realiseren. Dat is denk ik wel wat ik leuker zou vinden. Hè. Ik zou binnen de groothandel heus nog wel meer willen mechaniseren. Ik denk dat we voor onze groothandel enorme stappen gezet hebben, maar het kan altijd nog gekker. Dus die uitdagingen, als er meer geld zou zijn, dan is er heus nog een mensenlijstje wat kan. Ja, ja en over verpakkingsvrije assortiment gesproken. Je hebt een paar potten meegenomen, gevuld met de meeste. Ja, het ziet er ongelooflijk aantrekkelijk uit. Glazen potten, zwart deksel, maar ook, wat is dat, granola met bloemetjes zelfs erin. Ja. Het ziet er prachtig uit. En jullie noemen dat wisselbaar. Hè? Ja. En dat is eigenlijk wat Pieter Pot ook wil doen. Hè? Klopt, en wat je dan, dat schijnt voor consumenten toch best lastig te zijn, om hun gewoonte gedrag te vervangen door nieuw gedrag, waarbij je niet gewoon een verpakking... meeneemt en dan weggooit of weer terugbrengt. Maar dat je echt je producten in een... Ik weet niet, moet je zelf in zo'n pot scheppen of wordt het voor je gedaan? Hier hebben we dus een beetje gezocht naar iets meer gemak. He, dus de consument kan deze potten kopen. He, dus het is gewoon een kant-en-klaar pot. Zo kun je ze in de winkel in de Ecoplaza halen. Ja, inderdaad. En als die dan leeg is...
En dat was ook heel mooi bij mezelf, dat ik dacht, oké, nou is het potje leeg. En oké, wat gaaf, nou gooi ik het niet weg, maar dan kan ik het gewoon terugbrengen. En dat gaf bij mezelf dan eigenlijk een heel mooi gevoel in de praktijk, om dan te merken van, ja, ik doe nu ook wel iets goeds. Ik denk dat iedereen leeg terug en ik krijg je statiegeld. Krijg je statiegeld terug, ja. Het is eigenlijk net als bij een fles melk, waar we het misschien beter gewend zijn. Maar ja, dat soort meer, denk ik, normale stappen hebben we echt nodig. Hè. De plasticberg is gigantisch en wordt nog veel erger. Dus we moeten echt anders gaan handelen. Hè. En binnen ons bedrijf, waar we ook in België gevestigd zijn, is het dan wel heel mooi om te zien dat iemand in Brussel of in Wallonië veel meer genegen is dat te doen. Hè, ik ben ook wel in winkels in Lille, in Noord-Frankrijk geweest, waar ik echt consumenten zag met allerlei zakken en tassen. En die gingen allerlei dingen echt zelf scheppen. En toen dacht ik echt, oh wauw, zover zijn we nog totaal niet. Nee. Maar het is ook een het rijp maken van de geest, dat hetgene zoals we nu winkelen, met het gemak misschien wat erbij hoort, voor onze planeet echt een hele slechte zaak is. Dus je begint met een kleine stap. Je verkoopt gevulde potten. Je kunt die gewoon weer inleveren. Ja. Dus je hoeft dat als consument niet zelf te vullen. En ja, bij mij zouden er dan op een gegeven moment 100 lege potten staan in huis. Nou, er zijn consumenten genoeg die het leuk vinden, die het in hun keukenkastje laten staan. Nee, zeker niet alles komt terug. Dus dat is ook wel een beetje het leuke van het verhaal. Het mooie vind ik ook dat het het hele concept is bij ons op onze marketingafdeling met de brandmanagers is dat ontwikkeld. Dus dat vind ik ook wel heel leuk dat de mensen daar zelf gepassioneerd mee bezig zijn. En ik geef ze de ruimte om dat te ontwikkelen. Maar ze duiken er dan wat dat betreft in binnen de missie en visie van ons bedrijf ook helemaal in. En vinden het heel gaaf om dan uiteindelijk hiermee te komen. En dan is het nog mooi, we zijn wat kleiner begonnen. Hè. Dus eerst gekeken van oké, werkt dit? En dan breidt het assortiment. Ja, we hebben nu al voor de derde keer een uitbreiding gedaan van het assortiment. Hoeveel artikelen heb je nu in die potten, in jouw assortiment? Ruim 50. 50 al? Ja. En dus dan we pakken productgroepen en dan probeer je dat ook weer aan die consument. En ook waar er nou productieve minder lopen, dus die probeer je dan weer te veranderen. Of met een kleine pot en een grote pot. Dus misschien een grote pot wel en een kleine pot niet. Of net hoe je het wil hebben. Ja, dus dit is een mooie ontdekkingsreis die we dan gedaan hebben, ook met bestaande leveranciers. Hè. Dus een beetje niet weer naar iets nieuws, maar gewoon oké, hoe kunnen wij onze keten en onze logistiek die we al hadden. En dus op bestaande logistiek, dan een ander proces, dan heb je niet weer een extra kostenpost erbij. Dus je probeert zo slim met elkaar. Dus je leverancier vult dit voor je. En je brengt de pot weer terug naar de leverancier. Ja. En is het wel je bedoeling dat mensen dat je klanten dat op een gegeven moment zelf gaan doen? Of zeg je dat hoeft niet? Dat hebben we ook. We hebben ook van die mooie zelfstapstations. En dat gaat redelijk. Hè. Mijn Waalse directeur zou zeggen, bij jullie deugt het helemaal niet, wij verkopen veel meer. Hè. Die verkopen een factor, zeker factor 5 aan verpakkingsvrij, wat je echt zelf kunt tappen. En dus die tapsystemen zijn ook veel groter daar en hebben ook daar veel meer kartonnen, potten waar je dan uit kan scheppen. En ja, als ik daar ben ik altijd wel verbaasd dat consumenten dat dan doen. Dan denk ik, daar zijn wij in Nederland echt nog niet aan toe. Waarom dat, denk je? Ja, ik denk dat Walen toch wat meer Frans zijn, nog wat meer authentiek of voor die kwaliteit gaan, waar wij dan Nederlander toch wel vrij snel rennen naar de laagste prijs en wat minder om kwaliteit geven en wat minder tijd denken te hebben of minder tijd hiervoor maken. Ja. En ja, ik denk dat wel een cultuurding is. En ik weet dat het ook behoorlijk een push is om naar verpakkingsvrij te komen. Dus daar komen ook in Frankrijk wetten. En ik denk dat over 20 jaar we dit soort dingen normaal vinden. En dit raakt jouw businessmodel dus ook niet zo, hè? Want kijk, natuurlijk de vraag is, hoe kun je verpakkingsvrij, hè, hoe kun je daar een gezond businessmodel uit maken? Dat is dan misschien inderdaad weer leuk, want als je dan zegt van, kan ik dit financieel onderbouwen, zeg ik nee. Misschien het financieel rare antwoord is, het interesseert me of niet zo gek veel. Hè? Volgens mij gaat het goed genoeg. Proberen we er een succes van te maken en daarna gaan we nog wel verder weer fine-tunen. Maar we hebben het niet gedaan om vanuit die financiële kans om te kijken of je dit commercieel kunt benutten. Nee, we doen dit vanuit de stappen om te zorgen dat we verpakkingsvrij gaan winkelen. En de rest van de winkel, die moet dan zorgen voor de basis. En dan kijken we of we hier een extra element aan toevoegen die weer past bij onze missie. Dus ja, de aanpak is ook wel anders. En dat is soms misschien ook wel een hele rare werkwijze, maar ja, door de jaren heen kunnen we dit op die manier zo doen. En ik denk ook omdat we het
weer proberen te doen in zeg maar kleine stapjes. Dus we gooien niet een heel nieuw model op de tafel. Nee, we proberen bestaande lijnen, logistieke lijnen met bestaande leveranciers te fine-tunen. We zijn niet met een enorme range begonnen. We hebben naar de markt gekeken. Wat zijn de mogelijkheden? Waar kun je het beste mee beginnen? En dat proberen we dan nu wel bij succes zo snel mogelijk uit te rollen. En nou, dat is dan ook succesvol gelukkig. En hoe lang doe je dit al? Volgens mij is dit nu een klein jaar dat we hiermee aan de gang zijn. Ja. En ik denk dat we vrij snel naar 100 producten kunnen. We kunnen het ook in Vlaanderen, daar leveren we het ook al. Maar bij ons in Brusselse keten vinden ze het eigenlijk niks. Die vinden het alsnog te veel verpakking. Dus dat is ook wel weer grappig. Daar zijn we nog iets strenger in de leer. Zij waren het al en nou goed, wij hebben dat alleen maar gewaardeerd in de zin van oké, dan hoef je niet stappen terug. Nee, probeer ook op jouw positionering weer verder te gaan. Ja, dus die verkopen nog meer producten die wij nog wel verkopen. Verkopen ze helemaal niet. Avocado of zo, ja, dat komt dan van te ver. Dat gaan we gewoon niet doen. En die hebben op die manier nog meer keuzes gemaakt. Ja, het ziet er ook nog eens heel mooi uit. Hè. Het is heel decoratief. Ja, nee, we horen ook wel veel klanten die zeggen, nou ja, goed, we zetten het in de keukenkastje. Nou ja, inderdaad, dat mag ook. Ja. Zijn er dan nog meer van dit soort initiatieven waarmee je bezig bent op een heel ander terrein? Nou, ik vind ons andere programma waar we met Carbon Farmers aan de gang zijn. Dus we hebben daar een selectie van leveranciers waar we echt veel zaken mee doen. Daar hebben we geprobeerd de relatie nog verder aan te scherpen. En die stellen we ook in staat om CO2 acties te ondernemen. Beter om te gaan met opvangen van CO2. En daar hebben we binnen ons loyalty programma van EcoVriend. Maken we daar eigenlijk geld vrij om die relatie te verbeteren. Om die boeren beter in staat te stellen om naast hetgene wat hij verbrandt voor zijn producten. Te investeren in zijn land of in houtwallen of in stroken langs het perceel. Hè, waar je nu ook afgelopen week weer van leest, ja dat hoeft dan weer niet. En dan denk ik, ja joh, maar het is voor de natuur van datzelfde erf wel heel belangrijk. En voor de biodiversiteit is het heel belangrijk. Dus ja, ik vind dat wel een heel mooi verhaal. Hè. Ik vind zelf dat we relatief er wel veel geld aan geven. Dat ik wel eens denk, maar gedreven door onze kwaliteitsmanager en onze inkoper AGF. Ga maar. En heel mooi dat het dan wel een succes is. En zelfs zo'n succes dat bij een van die telers de volgende generatie eigenlijk zei van, maar nu wil ik boer blijven. Ja, want nu hebben wij een afnemer die echt heel veel verantwoording neemt, met ons meedenkt, ons staat stelt mede, heeft mede in staat stelt om bepaalde zaken te realiseren. Ja, en daar was ik best wel van onder de indruk. Dat ik dacht, wauw. Nou, dan is het geld weer een stuk minder belangrijk als je in feite daar eerst op die manier weer eigenlijk heel veel waarde aan die samenwerking geeft. Ontstaat er dan ook een afhankelijkheid van de boeren van jullie? Ik denk dat er binnen onze handel altijd wel een behoorlijke wederzijdse afhankelijkheid is. Omdat we allebei een beetje schaal nodig hebben, een beetje efficiëntie nodig hebben. En daar aan de andere kant ook niet een enorm aanbod is. Dat maakt het misschien ook wel weer, wat mij betreft, mooi. Dat je er toch moet proberen zoveel mogelijk samen uit te komen. En dat je ook samen gaat kijken naar verbeteringen in de wijze hoe je teelt of hoe je zekerheden aan elkaar geeft, verantwoording neemt. Dus die afhankelijkheid is wel wederzijds. Want er zijn ook door klimaatveranderingen ook nogal wat boeren die gewoon toch stoppen vanwege allerlei risico's die bepaalde teelten met zich meebrengen. In deze tijd, biologisch boeren is ook niet heel gemakkelijk. Hè? Een gewoon boer is niet makkelijk vanwege het klimaat. Hè? Staat er weer te veel water op het land. En misschien over een paar maanden zeg je weer, ja, het is veel te droog. Hè? Dus die extreme, die maken het voor die boeren ook zeker niet makkelijk. En hoe kijk je naar de discussie over de macht van de supermarkten en de producenten in het kanaal? Hè? Er is natuurlijk heel veel over te doen. Ja. Supermarkten wordt vaak marktmacht verweten, hoewel dat vaak niet kan worden aangetoond. Ja. De supermarkten vinden dat de producenten te veel marge maken. Ja. Heb je natuurlijk ook nog het private label spel daardoorheen. Hoe sta jij daarin? Ik voel me daar soms op een compleet andere planeet. Oh ja? Ja.
Ik denk dat als dat soort multinationals aan beide kanten heel erg aandeelhouderswaarde gedreven met elkaar omgaan, dan krijg je dit. En dan denk ik ook dat prijs het belangrijkste wordt en dat je misschien uiteindelijk wat mij betreft minder klantvriendelijk of consumentvriendelijk bezig bent. Dat soort spelletjes, we kennen het eigenlijk niet. Ik bedoel, ik denk dat de category manager gesprekken die wij met onze leveranciers hebben ook anders gedreven zijn. Ja, prijs is belangrijk, maar juist omdat je toch zegt van ik ga er met jou samen uitkomen, is er denk ik altijd wel een sneller opvangnet dat je zegt, ja maar zover laten we het niet komen. We gaan hier wel openheid geven, transparant geven en hoe kunnen we er dan samen uitkomen? We hebben ooit een ijsfabriek gehad waarin ik inderdaad in de reguliere handel moest onderhandelen. Daar ben ik volledig ongeschikt voor. Wij maakten toen vanilleijs en dat is dus inderdaad wel heel moeilijk. Onder andere vanilleijs, maar het was wel ons grootste product. Was dat onder een merknaam of was dat private label? Onder onze eigen merknaam en we maakten ook private labels. Dan ben je helemaal overgeleverd aan de allerlaagste prijs. En eigenlijk heel veel meer interesseert de afnemer op dat moment niet. Nee, in die wereld kan ik gewoon niet functioneren. Dan denk ik echt, hier gaat het niet om. Of hier zou het totaal niet om moeten mogen gaan. Wij namen toen een fabriek over uit het faillissement. En toen zei ik ook van ja, maar als jullie op deze manier verder doorgaan, dan zijn we straks weer net zo failliet als mijn voorganger. Dat wil je er ook niet. Ja, en het interesseert dus helemaal niks. Ik weet nog heel goed dat ik bij dat bedrijf de tent uitliep. En de week later dus ook begreep dat ik de omzet totaal niet meer had. Want ja, ik had het inkoopspel dus volslagen niet begrepen. Een dure les. Maar ik was ook totaal niet gewend dat je niet niet samen die verantwoording zoekt om te komen tot een beter product. Uiteindelijk hebben we die ijsfabriek ook, wat mij betreft, gelukkig niet meer. Zitten we weer terug in de handel. Heb je hem verkocht? Het was niet zo hard. Dus. We hebben er geen succes van kunnen maken uiteindelijk. Maar we zijn daar wel gestopt. En we zijn nu met andere ijsproducenten, eigenlijk met de kennis die we hadden als producent, zijn we wel gaan zoeken van oké, maar dit weten wij nu. Dus als we kunnen jou als afnemer daar en daar helpen en dan kunnen we misschien samenkomen tot uiteindelijk wel een beter product of uiteindelijk ook een betere prijs, maar wel weer met respect voor de continuïteit. En dus meer omdat we zeggen, joh, maar we begrijpen hoe jij produceert, dus hoe kunnen we daarin, ik denk de relatie opzoeken en... Ja, dat uitgangspunt is altijd een andere en daarmee denk ik dat het hele spel anders wordt. De andere supermarkten kijken natuurlijk wel naar wat jullie doen. En het kan best zijn dat je een keer een enorme hardloper in je assortiment hebt waarvan zij denken, hé, dat is voor ons ook leuk. Ja. En ze kunnen dat dan relatief makkelijk in een assortiment opnemen, zo'n artikel. Ja. Heb je daar last van? Het lijkt me dat je dat wel voelt. Ik denk dat ik zou nou liefst, als ik daar geen last van heb. De assortimenten van de andere supermarkten wordt steeds groter. Ik denk dat er heel veel assortiment is wat regulier in de reguliere supermarkten ligt. Ook daar zie je dan weer dat afnemers dan wel vaak tegen diezelfde grotere producent zeggen, joh, doe even dat bio er een beetje bij. Dan moet je er even bij doen, mag je niet te veel op verdienen. En ja, ook daar zit meteen weer een druk om dan te zorgen dat weer ook die bio meegaat in die prijsdruk. Wat eigenlijk iets is wat we toch meer uit ons systeem zouden moeten halen. Ja, maar het gaat juist de andere kant op bewegen dan. Ik denk dat ook bio uiteraard wel weer uit moet kijken dat ze niet in hetzelfde model terecht gaan komen. Ja. Ja, en dan moet jij ook mee, want je moet toch, je kunt niet heel veel extra vragen. Ja, nou, ik denk dat wij toch dan weer meer zoeken naar dat we uitleggen wat we doen. En dat we dus in dit geval iets anders proberen te ontwikkelen. Die concurrentie op prijs zie ik niet zo zitten. We zijn niet de grootste. En ik denk ook niet dat dat onze rol is. Ik denk dat wij wel voor in zijn totaliteit een veel beter product zorgen. En dat is denk ik de kracht die we hebben. En ja, daar wil ik graag bij blijven. En niet laten verleiden dingen te doen waar ik eigenlijk ook helemaal geen voorstander van ben. Omdat ik juist weet wat de gevolgen van die lage prijs zijn. Maar vind jij dat biologische assortiment voldoende toegankelijk is voor alle consumenten? Dat is het zeker niet. Nee, dat kan ik. Daarom zeg ik ook altijd, het is een deel van de oplossing. Het is zeker niet iets waar je met elk budget kunt zeggen, joh, dan ga ik helemaal los. Het is wel zo dat wij wel degelijk ook klanten hebben met een kleinere portemonnee. Die wel bij ons winkelen, omdat ze veel bewuster winkelen.
Hè? Dus als jij binnen het seizoen werkt en binnen het seizoen je keuzes maakt, goed oplet op acties, ja, dan schrik je eigenlijk hoe plotseling misschien dat assortiment een biologische wel betaalbaar is. Uit de tijd van Sonja Bakker met haar boodschappenkarretje, als je dan ziet hoeveel vulling er eigenlijk gekocht wordt, wat helemaal niets met voeding te maken heeft, en je doet dat niet, dan hou je heel veel geld over. Dus dit is ook een manier van boodschappen doen. En ik denk gelukkig dat we wel veel consumenten hebben die bewuster met hun boodschappen omgaan dan gemiddeld. Doe je dat niet, ja, dan ben je zeker dat je zegt, ja, dit is wel heel wat anders. Ja. Ja, en toch zijn jouw klanten niet alleen de bewuste consumenten. Hè? Ze kopen overal. Ja, ze kopen zeker overal. Denk een heel klein aantal dat alleen maar bij ons koopt. Huh. Een groot deel kijkt waar het beste is. Dat is denk ik ook wat een consument doet. En er zijn weinig consumenten volgens mij die zeggen, ik heb één supermarkt. En de dichtstbijzijnde supermarkt is altijd wel prettig. Ja, maar daarnaast, je weet waar alles staat en het kost je minder tijd. Ja, eens. Ja. Ja, maar dat is misschien ook een combinatie met online. Ja. En dat je daar probeert wat voordelen over en weer te krijgen. Maar, hoe kijk je naar online? Ja, dus een pijnlijk onderwerp moet ik zeggen. Ja. Wij waren denk ik best een aantal jaren geleden goed bezig. En door al de fusies, verhuizingen en het live zetten van ons krattenmagazijn heeft dat wel wat geleden. We zijn op dit moment minder goed dan ik heel graag zou willen. En ik hoop daar eigenlijk dit jaar nu wel wat meer rust weer te vinden om te zorgen dat we weer ook beter online gaan presteren. En we hebben ook niet altijd even mazzel gehad met allerlei last mile bedrijven die failliet gingen en waardoor je dan weer klanten verloor of weer andere dingen moest gaan zoeken om toch die consument te bereiken. Binnen de enorme drukte die wij onszelf aangedaan hebben, was dat niet altijd even gemakkelijk. Maar je bent wel groot genoeg om dat te kunnen doen. Nou, ik denk dat we een heel mooi krattenmagazijn hebben wat erop ingericht is. Ah. De moeilijkheid dat we in de krattenmagazijn dus echt heel veel dingen tegelijkertijd doen. We pakken voor de consument, we pakken voor export. Dus we vragen van het systeem wel heel veel. Maar ik denk uiteindelijk dat we wel steeds beter in staat zijn om dat systeem goed te laten werken. Daar ben ik ook binnen op ons eigen team, of teampje moet ik dan misschien weer zeggen, ben ik daar wel trots op. Ik ben een paar weken geleden met een aantal grote Europese supermarkten op pad geweest om die supply chain te bespreken en te kijken. En ik was eigenlijk een beetje verbaasd dat ze best wel dezelfde problemen hadden als wij. Niet alleen biologische supermarkten? Nee, gewoon de grote partijen die we allemaal kennen in heel West-Europa. Welke problemen hebben ze dan, die jij ook hebt? Moeite met de business case, van maar een heel financieel platte. De supermarkt business case. De logistieke punten daar. Hoe ga je met die mechanisatie om, waar we allemaal denk ik over eens waren van het hebben van arbeidskrachten, dat wordt een steeds groter probleem, we zullen meer moeten mechaniseren. Maar hoe dan? En daar zie je eigenlijk dat er heel veel mooie verhalen zijn, maar de praktijk toch wel wat weerbarstiger is. Ook voor die hele grote partijen? Ik heb niet de grootste gesproken, maar ik denk dat de anderen daar toch wel heel dichtbij zaten. Ja, en het was best wel mooi om daar dan heel open over te praten, omdat het ook wel veel al buitenlanders waren. Waardoor je dus eigenlijk niet zoveel last hebt van concurrentie. En dan komen er toch wel hele verbazingwekkende mooie verhalen van. Nou, ik was dus verbaasd dat een van de partijen maar liefst 5 merken heeft van zijn systemen. En aan de andere kant wel schreeuwt om hoe kan ik komen tot meer standaardisatie. Ja, dat ik zelf zoiets had. We hebben ook iets geprobeerd. Als ik naar een tweede magazijn zou gaan, dan zou ik denk ik niet zo heel snel dan meteen naar een ander merk gaan. En als je dat dan 5 keer doet, dan denk ik, maar waarom ga je dan niet met je eerste leverancier beter praten, elkaar beter begrijpen, of waarom grijp je dan steeds naar iets anders, waardoor je eigenlijk zeker weet dat je dat nooit meer kunt rechtzetten. Want die keuze voor dat krattenmagazijn is wel eentje voor vele tientallen miljoenen. En dan kun je niet zomaar even zeggen, joh, ik doe daar wat andere software op, we doen wat andere. Nee, alles is maatwerk. En wat zeggen ze daar zelf over? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ze dan een soort van dezelfde naïviteit tonen als ik zelf ook wel eens heb. Dat ik denk van jongens, maar jullie zijn
ja, jullie zijn hier toch niet helemaal wakker geweest? Ja, ja, nee, ja. En dan is het begrijpen waar je mee bezig bent is nog iets anders dan dat je snapt dat je een krattenmagazijn gekocht hebt. Hè? Dus dat begrijpen, wat moet ik er nou echt mee doen? En wat betekent dat nou voor mij? Ja, dat is voor hun ook nog steeds een leerschool. En ik dacht, oké, jullie zijn veel langer bezig en hebben daar nog wel steeds een hele cruciale vragen. Hè? Andere dingen zijn hartstikke mooi opgelost, hè? Dus was voor ons ook zeker mooi en leerzaam. Maar dat ze nog lang niet zijn, ja, dat verbaasde mij een beetje. Ik had verwacht dat het al wat meer uitgekristalliseerd was. Ja, op welk gebied nog meer? Dus dat krattenmagazijn, is dat het? Het probleem? Ik denk dat de software die daar rondom zit voor food retailers, wat wij zijn, een extreme uitdaging is waar, ik denk waar niemand nog helemaal over uit is. De recente ontwikkelingen bij een collega in Oosten, die ook zegt van ik ga magazijnen samenvoegen en mijn oude software kan het niet, ik ga naar nieuwe software en dat moet het allemaal kunnen en dan lukt het niet en ben je weer terug. Ja, dan gaat het over enorme bedragen die je dan extra kwijt bent. Natuurlijk met grote gevolgen. En ook de onzekerheid die je dan hebt, dat je met programmeurs praat. Het is heel moeilijk tastbaar. Hè? Het is best wel stressvol om dan daarmee om te gaan. Van, je kunt niet iets beetpakken om te zeggen, maar als ik het dan daar neerzet, dan heb ik het opgelost. Nee. Je gaat het over allerlei data hebben die voor mensen denk ik steeds minder begrijpelijk wordt. En we hebben recentelijk ook een storing gehad en dan praat het op een gegeven moment 8 soorten bedrijven in allerlei soorten tijdzones. En dan probeer je de beste knappe koppen erbij te halen en dan is er weer een of ander updateje ergens die niet aangekondigd was. Wat dan de oorzaak is, wat we natuurlijk nog nooit gehad hebben. Dus elke keer word je beter en leer je vaker. Maar ja, het slechte nieuws was dat zeg maar, mijn grote collega's veel zeiden van ja, nee, dat hebben wij nog steeds. Dan dacht ik, oké, het wordt wel minder, maar het zal zeker niet weg zijn. Omdat ook die netwerken alleen maar complexer worden. Ja, en dan heb ik nog over de procesmatige software. Ja. Heb je het nog niet eens over AI en dat soort zaken? Nee, ja, ik weet ook niet. AI zal hier ongetwijfeld in helpen om uiteindelijk allerlei dingen beter te kunnen analyseren of iets dergelijks. Maar, je moet het wel op orde hebben dan. Ja, je zult het meer op orde moeten hebben. Ja. Dat waren we achteraf gezien. Hadden we misschien eerst nog wat andere stappen moeten zetten. Dus we hebben wel extreem veel gedaan. En daarin ben ik wel blij dat we nu zo stabiel zijn als we nu, als we nu zijn. Dus daarbinnen alleen hebben we nu wel weer meer controle. En als ik ook om me heen zie welke bedrijven er verkocht zijn, dan denk ik wel dat het te maken heeft gehad. Kleine ketens ook. Ja, die dan veelal toch nog groter zijn dan wij. Die stap niet hebben durven maken, of niet hebben willen maken. Vanwege alle risico's. Vanwege de investeringen. Ja. Dan denk ik wel van, misschien weer vanuit diezelfde soort van naïviteit, maar we hebben het wel gedaan en ik denk dat we er doorheen gekomen zijn en dat we daar nu in toenemende mate de vruchten van moeten kunnen gaan plukken. Ja. En als je het hebt over het businessmodel van supermarkten, dan zie je dat retail media, daar zijn ze natuurlijk allemaal mee bezig en internationaal overal. Diensten toevoegen. Ja. Je ziet dat vooral de VS. Hè. Dat kan van financiering tot logistieke diensten, hè, bezorgdiensten, tot gezondheidsservices. Ja. Ben je daar ook mee bezig? Nou, ik denk beperkt. Ik denk dat wij wel een mooie, echt omnichannel hebben. Dus misschien een beetje in de wet van een remmende voorsprong, maar ja, als je bij ons loyalty acties hebt, dan online, offline, dat maakt allemaal niet uit. Het is echt een omnichannel met, je bent echt één klant. Ik weet dat ik 2 jaar geleden mijn hele grote kledingfirma iets van mijn dochter terugbracht in de winkel. En ik was geen klant. Dan dacht ik, oké, maar dit merk staat toch wel op de bestelling die ik gedaan heb. Dus nee, dit moet u online ook weer oplossen. Nou, dat hebben wij dus niet. Hè. Dus ik denk wel dat we daar online heel ver in zijn. Maar ik denk de stapjes die wij daar maken, ja, die gaan meer over dat je leveranciers helpt om zijn aanbiedingen te maken op bepaalde delen op je website, op bepaalde acties, op foutjes, op meetrekken in die loyalty. Ik zie nog niet dat de volgende stap is waar je het over hebt. Nee, ik denk niet dat wij daar al aan toe zijn. Dat is misschien meer een wens voor. Je hebt het ook niet nodig, hoor ik je zeggen, vooralsnog. Het kan natuurlijk misschien wel zo zijn dat het businessmodel dusdanig verandert dat wij dat ook moeten hebben, omdat we het op andere producten misschien dan niet meer mogen verdienen of kunnen verdienen. Dus dan als de prijsafstand daarmee te groot wordt,
En als ik wel hoor wat Picnic in zijn businessmodel allemaal heeft en hoeveel geld hij wel op eigenlijk hele andere dingen dan goederen te verkopen en, ja. Verdient, ja, dan is dat wel iets van waar wij nog ver van zijn. Ja. Waar komt het vandaan, jouw idealisme en jouw drive om dit zo te willen doen? Ja, ik ben er via mijn ouders ingerold, maar ik vind het eigenlijk gewoon best wel een prettige branche om in te werken. Ik sta er volledig achter. Als we nu ook weer de situatie zien rondom drinkwater, dat ik denk van ja, god, hoeveel miljarden gaat onze samenleving dit weer niet kosten om dat straks schoner te hebben? Waar ik denk van ja, de vervuiler die heeft wel gezorgd voor die lage prijzen nu, maar gaat wel zorgen voor heel veel extra belasting voor de nieuwe generaties. Hè? Dus dat, ja, waarop ik net ook zei van ik denk dat we op lange termijn goedkoper zijn, maar op korte termijn duurder. Ja, dat is altijd wel een beetje een moeilijk traject. Maar ik vind het wel heel fijn om in ieder geval niet een onderdeel van dat probleem te zijn voor de toekomst. Dat ik denk van ja goed, maar wij zorgen er in ieder geval voor dat, ja, dat onze handelswijze het voor de volgende generaties beter maakt. En ja, als ik wat anders zou doen, wat misschien commercieel een nog grotere uitdaging zou zijn of zo, of bedrijfseconomisch, dan denk ik niet dat ik dat gevonden heb. He, dan ook met, nou ja, als je met een team dan dit soort producten ontwikkelt en dan daarmee ook niet alleen biologisch, maar ook aan het verpakkingsprobleem werkt of aan het klimaatprobleem probeert bij te dragen. Ja, dan geeft dat wat mij betreft gewoon plezier aan mijn werk. En daarom ben ik eigenlijk nooit in de verleiding gekomen om iets anders te doen. Nee. En gezondheid, is dat ook een belangrijke drijfveer voor je in wat je ja, doet? Ja, nee, absoluut. En ook daar zie ik voor mezelf het als heel normaal om biologisch te eten. Zeker omdat er, ondanks de lobby's waar extreem veel geld in omgaat van grote chemische partijen. Je ziet dat die giffen niet goed voor je zijn. Wordt een wiskundige gesproken die gestopt is met gif produceren. En die zei, ja, gif is om te doden. Dus dat moet je wel goed beseffen. En dat kun je wel in hele kleine deeltjes tot je nemen. Maar het cumuleert uiteindelijk ook. En de onderzoeken zijn nooit in combinatie met allerlei stoffen die naast elkaar wel tot iets cumuleren. En nou ja, als je dan nu allerlei personen hebt in de wetenschappelijke wereld die zeggen van ja, Parkinson, dat heeft wel degelijk met het innemen van gif te maken, van chemische reguliere producten. Het is niet zo veilig als die merken je misschien doen geloven. Ga je er meteen een dood? Nee. Dat is tegelijkertijd ook misschien het hele grote nadeel. Want ja, en dan is het misschien populair of alle andere dingen om iets te doen. Of het is gemakzuchtig of het is zoet en aantrekkelijk. Ja, ik vind het wel prettig dat ik denk van ja, daar heb ik ook denk ik minder kans op die Parkinson, op ADHD, of mijn kinderen, of kanker. Het zijn. Maar dan heb je het over gif en niet over de E-nummers? Of heb je het daar ook over? Er zijn ook bepaalde E-nummers die ook niet goed voor je zijn. En dan hebben we nog niet eens over de boeren die gifstoffen gebruiken. In Frankrijk dat gewoon nu tot officiële beroepsziektes gemaakt heeft bij wijnboeren, Parkinson. Ja, omdat je gif gebruikt. Het is niet meer zo dat er geen relatie is. En er wordt heel veel wel geprobeerd het onder de tapijt te schuiven. Maar er zijn te veel bewijzen, en jammer genoeg, hè, dat begrijp ik heel goed. Dus ik ben blij dat ik op die manier in een handel werk of iets probeer op te bouwen wat in mijn ogen een betere oplossing is. En je bent ook heel sportief, hè? Ik probeer die gezondheid te combineren, ja. En van de hele familie is sportief. Zijn ook de mensen waarmee je werkt in je bedrijf zo sportief? Gaat dat samen? Ja, er zijn een heel aantal MT'ers waarmee we ook nog proberen te crossfitten. Dus dat is ook iets wat we aanbieden. Heel veel proberen wel wat mensen te stimuleren, hè, als ze het willen. Het is niet iets wat we pushen. Als het wil, dan proberen we hier en daar wat te helpen. En wil ze niet, ook goed. Dus. Want hoe typeer je de cultuur bij UDEA, Ecoplaza, bedrijfscultuur? Ja, ik denk wel als persoonlijk. Hè. We hebben meer dan 2000 mensen, dus ik zal niet zeggen, nog geen 2000, maar bijna 2000. Dus ik zal niet zeggen dat ik iedereen ken. Hè. Dus dan heb ik in het begin wel moeite mee gehad om dan toch heen dat groeiende bedrijf. Ik denk, oké, ik ken je van gezicht, maar ik weet echt niet hoe je heet. Nou, daar heb ik inmiddels dan minder last van, ik heb het maar gewoon geaccepteerd. Maar ik denk toch wel dat we een open bedrijf zijn, met denk ik open, transparante communicatielijnen.
Ja, dus zo zou ik het willen typeren. En jouw leiderschapstijl? Ja, dat vind ik een beetje lastig om over mezelf te zeggen. Maar ja, wat zeggen anderen over je dan? Ja, ik heb wel eens gehoord dat ik meer een dienend leider ben. En ik probeer mensen te gidsen en in staat te stellen om zaken te ontwikkelen. En dan daarom is dit misschien een goed voorbeeld. En wat ik dan inderdaad heel, heel mooi vind. En ik moet zeggen dat het hele... Dat verpakkingsvrije, ja, dat verpakkingsvrije, is zo waar, ja. Maar het managementteam in beide landen of directie, ja, ik moet eerlijk zeggen dat het team steeds beter wordt. En ja, soms mijn toegevoegde waarde niet zo heel denderend is. Dat ik word er ook wel vrolijk van als managers bepaalde dingen gewoon veel beter kunnen dan ik. Dan denk ik, ja, oké, joh, geweldig en heel fijn. En kies je ze daar ook op uit? Een hele aantal zijn al best wel heel lang bij ons. Ja, dus de kistjes daarop uit, ja, een aantal is al 10, 15 jaar bij ons. Dus ja, zijn die echt uitgekozen, hè? Sterker nog, die zijn dan al meer dan 20 jaar werkzaam voor ons zijn. Ik denk wel dat je op een bepaalde cultuur hebt waarmee je met name zorgt dat iemand veilig is om te doen wat hij moet doen en in de kleine schaal die we hebben, ben ik altijd wel voor om dingen te delen. En ik merk wel in andere bedrijven dat wat lastig is omdat dan die elleboog er komt. En dat iemand wil naar voren van het is mijn idee. En ja, daar probeer ik altijd wel heel erg voor te waken van, het idee is van die persoon. En laat die het succes hebben en laat die ook open genoeg zijn om te delen. Om te kijken hoe je nog sneller gezamenlijk het tot een nog beter succes gaan maken. En daar denk ik wel dat er iets is wat ik wel, als we ons mensen van buiten haalden, die voelden daar wel eens wat ongemakkelijk in de zin van, ja, maar als ik dit dan deel, wat gebeurt er dan met mijn positie? En kan ik dan, kunnen daar spelletjes achter mijn rug plaatsvinden? En ja, daar probeer ik wel altijd enorm voor te waken, dat ik dat eigenlijk, moet ik zeggen, niet duld. Dus daarin ben ik dan misschien... Maar dat hebben ze misschien ook geleerd ergens anders, hè? Ik weet van een manager dat hij dat inderdaad, en die werkt dan al dik 20 jaar bij ons, maar dat hij dat ook wel eens naar buiten gewerkt heeft en ja, met name daar volledig op afknapte, dat hij iets gedaan had, dat een collega mee ging pronken en wel promoveerde, dat hij echt dacht van ja, maar wat is dit voor samenwerking, zo ga je niet met elkaar om ik zal niet zeggen dat ik altijd in ons bedrijf weet, maar ik heb de illusie dat bij ons niet voorkomt. Ja. Maar je bent wel in allerlei landen nu, hè? Je bent aan het internationaliseren, België, Frankrijk. Dat is hartstikke moeilijk over het algemeen voor retail. En doe je dat met dezelfde mensen of neem je mensen uit die landen, neem je natuurlijk ook aan? Ik bedoel, hoe doe je dat goed? We hebben nog zelf, in ieder geval nog niet, ik sluit het zeker niet uit, maar in Frankrijk hebben we nog geen beste vestigingen. Maar ja, in België hebben we gewoon echt een Belgisch team. Sterker nog, ik vind dan ook dat we een echte multinational zijn, twee landen, maar het zijn wel vier regio's. Dus de verschillen tussen een Vlaming en een Waal zijn echt groot. Onze Vlaamse familie die ook aandelen binnen ons bedrijf heeft, die zei op een gegeven moment ook wel van ja, Erik, maar voor ons is dat ook buitenland, hè, om maar even dat aan te geven. En dan kom je ook in een andere taal terecht. Ik begrijp Frans inmiddels iets beter, maar ik spreek het, vind ik zelf, nog steeds slecht. Dus we communiceren inmiddels ook steeds meer in het Engels. Dus alle directievergaderingen gaan in het Engels en allerlei andere presentaties. En dan sluipt het Engels wel steeds meer binnen het bedrijf. Maar ja, ik vind het juist heel mooi om die mensen in hun kracht de juiste beslissingen te laten nemen. Ik ben heel blij met ons Waals directie lid, met ons Vlaams directie lid en de managementteams in beide regio's. En dan neem ik even Wallonië en Brussel gemakkelijk salve tot één Franstalige regio. Maar ja, er zijn bepaalde dingen die wij niet helemaal begrijpen. Hè? En dat heb ik al eens meegemaakt ook in de vergaderingen. Dat ik echt denk van, we hebben ook wel een adviseur erbij. Dat ik zei van, kun je me even uitleg geven, wat gebeurde er hier nu echt? Want ik snapte hier echt niet heel veel van. En dan merk je dat over het algemeen, dat de Belgen veel meer aandacht hebben voor de persoon. Hè? Dus ook eerst veel meer op die persoonlijke emotie gaan zitten. Maar wij als Nederlander al lang al zeggen van, joh, we hebben dan een conclusie getrokken, dus. Dat is voor hetgene wat ik mijn managementteam ook wel meegeef, van joh, ons Nederlands managementteam, als je een conclusie dreigt te trekken, doe het niet, stel een vraag. En geef je collega's in België de tijd om dan even dat mee te nemen en daarna kom je verder. Bij Nederland zijn we meestal wel wat concreter en we denken wel wat sneller te zijn.
Maar uiteindelijk zie je wel een verschil. In de eerste meters wint die Nederlander, geen enkele twijfel. En daarna is het de vraag. Hè? En ik vind het mooi dat wij dat eigenlijk... het zijn nu denk ik 5 jaar in deze samenstelling als bedrijf. Ja, dat we dat wel van elkaar beter leren. Dat die Belgen ons beter begrijpen en wij hun. Hè? Dan is de Waal erbij is nog even een extra dimensie. Hè? Die is nog wat emotioneler. Maar wel mooi om daar samen te kunnen. Hè? Want bij dat emotionele deel valt aan de andere kant ook weer een veel directer leiderschap. Hè, dus dat de baas veel belangrijker is. Ik denk, oké, wauw. Dan zouden wij in Nederland iets beslissen. En dan gaan we daarna nog even erover polderen of dit ter discussie stellen. Ja. En daar gaat die discussie veel meer vooraf en persoonlijk. En heb je zeg je kunnen doen en ben je het mee eens en hoe voel je je? En ja, dat is echt dan een heel ander ding. Maar als dan daarna die baas besloten heeft, dan is de discussie ook echt volledig weg. Dus dat verschil in tempo, hoe je een project aangaat, is wel mooi om te zien. Je lacht er wel bij, hè? Dus het zit je niet zo dwars op dit moment. Nee, maar ik vind het ook wel een hele mooie uitdaging om daar sturing aan te geven juist. Dan uiteindelijk gezamenlijk wel te komen tot een... tot succesvolle projecten. Binnen die software proberen wij nu, wat ik dan zeg maar Benelux software gemaakt heb. Ja, en dan moeten we met twee systemen, of inmiddels dan nu met 3 systemen, toch proberen tot een plan te komen voor de komende jaren. Nou, en dan wordt het nog moeilijker, want iedereen wil natuurlijk als liefst bij zijn eigen deeltje blijven. En hoe ga je dat dan blootgeven? Hoe ga je dat dan uitleggen? En ja, dus daarin goed te communiceren, dat is dan wel een stevige uitdaging. Ja. Ja, vooral als je er plezier in hebt, dan helpt dat wel. Ja, ik vind dat wel een van de leukere dingen van mijn werk. Ja, absoluut. Ja. Ik vraag ook altijd om advies, hè, of je tips hebt voor jonge ondernemers en managers. Ja. Misschien mensen die plannen hebben die in jouw richting zitten of... En je jongen zelf, wat had je willen zeggen? Ja, ik zou in ieder geval zeggen, volg je dromen. Hè. Doe de dingen die je leuk vindt. Maar mogelijk wel iets robuuster. Dat is wel hetgene wat ik bij de jonge generatie wel wat vind. Kijk uit met het afsluiten van abonnementjes. Spaar misschien eens ergens voor. Zorg dat je wat degelijker in het leven staat, zodat je ook minder emotioneel kwetsbaar bent. Daar denk ik wel eens van, oké, er zijn veel meer prikkels dan vroeger. Maar dat stukje zelfvertrouwen haal je ook als je jouw basis heel erg dagdagelijks ingestuurd is. Hè? En dat vind ik wel in de samenleving met steeds meer abonnementjes en dingetjes, dat ik denk van ja... Ik vind dat lastig, dat we ons daar uiteindelijk steeds meer aan hele grote bedrijven ophangen. Eigenlijk steeds meer afhankelijk worden op hele slimme, sluikse manieren. En daar heb ik wel wat moeite mee. Hè. Zeker op het moment dat je dan het hebt over die minder bedeelde, financieel minder bedeelde in de samenleving. Die dan een abonnementje afsluiten, een keertje niet kunnen betalen, meteen ongelooflijk grote rentes krijgen. Brieven die ze nauwelijks kunnen begrijpen. En dan gaat het heel fout. Dat vind ik heel fijn. Blijf daar zoveel mogelijk van weg. Hè. Probeer daar gewoon te weten. Probeer iets uit te geven als je het geld hebt. En dan vervolgens wel met alle kracht en passie te zorgen dat het succes wordt. Maar dat vraagt een beheersing die niet iedereen heeft natuurlijk of kan opbrengen. Maar ook als je zegt, doe wat je leuk vindt. Je weet niet altijd wat je leuk vindt. En zeker als je in de waan van het moment leeft. Hè, denk aan alle verleidingen die er zijn. Hoe kom je er nou achter wat je echt leuk vindt? Misschien mezelf wat meer spiegelen. De ene dag heb je denk ik een betere dag dan de andere. Dan begin je misschien eens na te denken, waarom is dat zo? Wat vind ik hier leuk aan? Of wat zou ik... Of als je dat denkt, bespreek dat met je vrienden. Van oké, hoe zien jullie dit? En probeer daar een beter beeld te krijgen wat je dan... wat me dan misschien bij jou past. Ik zie dat bij mijn kinderen ook, die ook wel een beeld hebben en dan heb ik een dochter die in ieder geval heel duidelijk de passie gevonden heeft en heel goed weet wat ze daarin wil. Dat is prettig. Ik zie ook anderen die dat minder hebben. Goed, aan de andere kant kun je zeggen, daar is de wereld nog voor open. Hè? Dus die zijn wat meer die hebben nog wat meer de generalistische keuze om nog veel meer dingen te kunnen doen. Of te willen doen, leuk te gaan vinden of misschien uit te proberen, probeer het ook gewoon uit. Als het dan tegenvalt, zie dat niet meteen als een ongelofelijke persoonlijke teleurstelling, maar stap er overheen en probeer wat anders. Heb je dat zelf ook gedaan?
Ik kwam er eigenlijk achter dat ik ambitieus was toen ik ging werken. Toen ik daarin anders dan zeg maar op school waar je cijfertjes kreeg, waar je met de 5,5 ook over ging. Dus ik had daar nooit zo'n hele grote drive om meer te doen dan nodig. En als je dan ziet dat als je iets leuk vindt en dat je daar wel het verschil kan maken, dan kun je je daar misschien veel meer in kwijt dan je op dit moment zelf beseft. Ook ik had niet verwacht dat ik dan veel meer stappen zou zetten, veel meer moeite zou doen om iets te realiseren, omdat je dan ook veel meer waardering terugkrijgt. En dus op het moment dat je misschien ziet van, hey, hier doe ik iets leuks, dit vinden andere mensen leuk, hier krijg ik waardering voor en daarmee vind ik het zelf ook leuker. Ja, nou, probeer daar misschien je bewuster van te zijn. En maar met name doe moeite. Ik vind wel eens dat, ik denk niet dat alles maar kan, dat je, weet ik hoe vaak op vakantie moet en uit eten moet en de nieuwste dingen allemaal moet volgen. Maar probeer wat rustiger in je schoenen te staan, want Sonny komt morgen ook wel op. Hè? Ja. Mooi advies. Dankjewel Erik, fijn dat je er was. Ja, dank voor je uitnodiging. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt, like dan deze aflevering en abonneer je op mijn kanaal.